Binnenkort wordt de Beneliga boven het doopvont gehouden. Dat is een spliksplinternieuwe competitie in het voetbal, in het vrouwenvoetbal. Samenwerking dus tussen België en Nederland, Bene hebt u hem, tussen de Belgische en Nederlandse voetbalbond. En de manager van die competitie, dat is Ingrid van Herle, die 20 jaar lang in het Belgische vrouwenvoetbal aan de top heeft meegedraaid. Mevrouw van Herle, goedenavond. Goedenavond. Waar komt dat idee vandaan om een Beneliga te starten? Ja, kijk, ik denk vooral dat het is omdat de beide bonden hebben ingezien dat België en Nederland begon achterop te hinken ten opzichte van de andere buurlanden, gelijk Duitsland en Frankrijk. En het was niet 11:55, maar 11:55 om op de trein te stappen en om deze niet te missen. En we hebben dat net op tijd gedaan. En hoe zal zo'n Beneliga daar iets aan veranderen? Ja, dus wat gaat er gebeuren? Dus we gaan de beide competities gaan opgezwakt worden naar elk 8 ploegen. Dus de betere speelsters die worden verondersteld terecht te komen in die 16 ploegen. En die gaan dan tegen elkaar de competitie aanvatten om kampioen van de Beneliga te worden. Concreet, hoe ziet zo'n speelkalender er dan uit? Dus het gebeurt eigenlijk in twee fases. Dus elk land voor nieuwjaar blijft in zijn eigen land dus met die 8 ploegen de kampioenschap aanvatten. Dus na nieuwjaar gaan de eerste 4 ploegen van elk land in hun poelen tegen elkaar strijden. En de nummers 5 tot 8 gaan ook tegen elkaar spelen. Aha. En zo krijg je een beste Nederlandse en een beste Belgische ploeg? Ja. Inderdaad, dus de kampioen van die eerste poelen wordt dus voor het eerste kampioen van de Beneliga. Nu is het zo dus, wat betreft de Champions League tickets, zal de eerste Nederlandse ploeg en de eerste Belgische ploeg dus zo'n ticket verkrijgen. Ah ja, dus daar hebben de twee landen toch elk hun eigen kans en afgevaardigden, als ja, het ware. Ja, dat was wel belangrijk natuurlijk om dat te behouden, want dat is toch wel waar alles om draait. Hè. Mm-hmm. Dus om dat Champions League ticket te verkrijgen. Dus eigenlijk schroeft u de competitie op, zeg maar, en is het de bedoeling dat meer betere mensen tegen elkaar kunnen spelen, meer ervaring opdoen op die manier. Ja, dus er zijn effectief heel goede ploegen, zowel in België als in Nederland. Nu, om het niveau naar boven te krijgen, is het natuurlijk nog beter om tegen elkaar te spelen. En natuurlijk, wat er ook altijd een beetje blijft, dat België-Nederland gevoel dus ieder op zijn manier gaat proberen de betere te zijn. Dus er komt alleen het vrouwenvoetbal ten goede. Mm-hmm. Waarom bent u nu aangesteld tot manager eigenlijk? Oei. Of laat ik het anders vragen. Vrouwenvoetbal, we moeten het tot schaam en schande bekennen. Het komt eigenlijk vrij weinig aan bod. We kennen u misschien gewoon niet goed genoeg en dan ligt dat ongetwijfeld aan ons. Ja, ik denk in het vrouwenvoetbalwereldje hier in België denk ik wel dat de mensen mij kennen. Dus ik heb een mooie carrière achter mij, dus met tal van bekers en titels. Dus ik denk ook wel dat dat voor een stuk daarmee te maken heeft. En wat ook wel gespeeld heeft, is dat ik een vrouw ben. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat het een vrouwencompetitie is, vrouwenvoetbalcompetitie. Dus dat er misschien, als ze gedacht hebben, dat beter is dat er een vrouw boven staat. Mm-hmm. En ook, ik heb jarenlang deel uitgemaakt van de vrouwclub Standaard Femina te Luik. Dus ik ben perfect tweetalig. En Standaard Luik maakt nog altijd deel uit van een van de betere ploegen in België. Dus dat is ook wel belangrijk dat de persoon die manager was, dat die de beide landstaden krachtig was natuurlijk. En wat moet u als manager dan precies doen? Oh, ik denk dat dat in het begin een heel omvangrijke functie is. Dus voor nieuwjaar zal het misschien iets gemakkelijker zijn omdat beide landen in hun eigen land strijden. Maar na nieuwjaar zal ik er vooral moeten op toezien dat alles verloopt volgens de regels. Dat alles perfect wordt uitgevoerd. Het is dus voor het eerst. Dus alles moet perfect verlopen. En ik denk dat ook in het eerste geval mijn taak zal zijn. Het is wel opvallend dat het nu voor het eerst tot stand komt bij het vrouwenvoetbal of in het vrouwenvoetbal, zo'n benencompetitie. Want de voormalige manager van Anderlecht, hè, Mr. Michel Verschuren, die droomde daar in mannenvoetbal ook altijd van. Hè? Ja, maar ik denk dat in het mannenvoetbal toch wel andere punten ook wel heel belangrijk zijn die misschien in het vrouwenvoetbal op dit moment nog niet van toepassing zijn. Dan denk ik vooral aan het financiële. Dus ik denk dat het gemakkelijker is geweest om dat in het vrouwenvoetbal tot stand te brengen.
En ook, u bedoelt met dat financiële, de financiële belangen die ermee gemoeid zijn? De financiële belangen vooral, ja. Dus dat is in het vrouwenvoetbal natuurlijk nog niet op een zodanige hoogte als bij het mannenvoetbal. En dan is het natuurlijk altijd gemakkelijker om een akkoord te vinden tussen meerdere partijen. Hè. Mm-hmm. Ja, maar wie weet, hebt u hen dan toch geïnspireerd ofzo? Of wagen ze een nieuwe poging, wie weet. Ingrid van Herle, ik wens u veel succes in uw nieuwe rol als manager dus van de Beneliga. Dank u wel.